Mijn naam is Judith Manshanden en ik ben de auteur van de Corporate Yogi. Dit boek is voor iedereen die meer betekenis, meer tevredenheid of meer um, balans in zijn werk zoekt, zonder dat je direct op zoek wilt naar een andere baan. He, dus iedereen komt wel eens in aanraking met uh, werksituaties die een vervelend gevoel geven. En in dit boek beschrijf ik aan de hand van tien wijsheden. Uit de yogafilosofie hoe je meer vanuit balans met dat soort vervelende werksituaties om kunt gaan en hoe je ze zelfs kunt gebruiken als een spiegel voor je persoonlijke groei. Nou, yoga is veel meer dan de rek- en strekoefeningen op een matje, zoals wij hier in het westen uh, yoga kennen. Het is een eeuwenoude filosofie die jou kan helpen bij alle aspecten van het mens zijn. Dus het gaat over leven vanuit verbinding met jezelf. Het mooie is dat die yogafilosofie eigenlijk heel goed aansluit bij moderne thema's zoals vitaliteit, werken vanuit purpose, werktevredenheid. Dus eigenlijk zie je dat een eeuwenoude filosofie een antwoord biedt. Op uh, ja, thema's die vandaag de dag heel relevant zijn. Nou, dit boek gaat expliciet niet over de fysieke kant van yoga, dus niet over lichaamshoudingen. Maar het gaat over hoe jij die levensfilosofie van yoga kan toepassen in je dagelijkse realiteit. En de yogafilosofie heeft daar tien hele mooie leefregels voor: dat zijn de yama's en de niyama's. En die beschrijven hoe jij op een goede manier met jezelf en met een ander om kan gaan. En wat ik in dit boek heb gedaan is de Yamas en de Niyamas vertaald naar de werksituatie van alle dag, zodat je op een hele praktische manier die kunt toepassen in je leven.